Van 19 tot en met 22 juni 2019 vindt er in Cuba, met name de stad Santiago, een Expo Caribe plaats. Dit jaar heet het Expo Caribe 2019. Daarover praten wij met mevrouw Rowena Verdies van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Mevrouw Rowena Verdies, heel veel mensen zijn niet goed op de hoogte van wat Expo Caribe 2019 precies inhoudt. Expo Caribe 2019 is een expo die in Cuba wordt gehouden, namelijk Santiago. En het start 19 juni en het eindigt 22 juni. Wat het inhoudt is dat er sprake is van import en export. Heel veel bedrijven komen daar. Mm-hmm. Maar er is ook sprake van vraag en aanbod. Omdat ze dan ook op zoek zijn naar investeerders. Kunnen we dat zien als de beurzen die bij wijze van spreken in Suriname worden gehouden? Expo Caribe heeft een veel grotere dimensie. Ja. Het is, behalve dat het op internationaal niveau is, is het ook zo dat ze meer mensen uit het Caribisch gebied willen hebben, ja, om te investeren in Santiago de Cuba. Maar je hebt ook daarbuiten. Ja. Wat zou de meerwaarde daarvan kunnen zijn voor onze ondernemers met name? Nou, heel veel. Het is namelijk zo dat je de internationale upgrading krijgt op handelsgebied. Je gaat je producten promoten. Je komt op de internationale markt en je hebt afzet, toch? Want je doelstelling als ondernemer is zeg van dat je vast inkomen wil hebben. Je wil een vast zekerheid hebben als je investeert. Ja, ja. Hoe vaak hebben onze ondernemers al meegedaan met de Expo Caribe, zeg maar op Cuba? Enkele jaren, behalve afgelopen jaren. Oké. Okay. En het wordt dus jaarlijks gehouden? Klopt. Is het altijd in Cuba? Zover ik weet, is het in Santiago. Okay. Of als je hebt FIHAF, dat is in Havana. Ja. Maar dit is mijn eerste keer dat ik als projectcoördinator ben aangesteld. Ja. En u gaat dus sowieso ook mee? Dat moet, want ik moet een heel traject begeleiden. Oké. Nemen er ook hoogwaardigheidsbekleders aan deel bij zo'n expo? Ze nemen deel, of ze maken deel uit, hoor, van de delegatie. Waarom? Het heeft twee of meerdere dimensies. Het is namelijk zo dat Cuba zijn handelsportefeuille gaat lanceren. Dat is op 28 en 29 juni 2019. Ja. Is ook in Santiago de Cuba. Maar dan is het tijdens de business forum die voor de 12e keer wordt gehouden. Wat het eigenlijk ook is, dat we dit jaar een 40-jarige diplomatieke relatie hebben met Cuba. Oké. Dus we gaan sowieso ernaartoe om de banden te verstevigen. Ja. We willen ook eer betonen aan Robin Rafales, Dobro. Oké. En ik zie dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heel erg betrokken is met dit evenement. En dat zou ook zo moeten zijn, want dit ministerie gaat namelijk over handel, toch? Is het zo dat er ook naar andere branches wordt gekeken, namelijk bij zo'n expo en niet per se om producten die men levert? Dan denk ik een beetje aan toerisme, de toerismesector. Nou, als ik heel even mag corrigeren. We hebben handel, we hebben industrie en ook toerisme. Dus ja, we doen niet alleen handel. Ecotourisme is ook een stijgende naast mijnbouw. Ja. En daarop focust Cuba zich ook, Suriname sowieso. En dan kijken we wat voor samenwerking we kunnen aangaan wat dat betreft. Ja. We kijken ook naar agriculture. Ja. Is ook iets die ze vragen. We kijken ook naar het technologisch gedeelte. Want Cuba wil zich ook gaan innoveren. Ze willen zich sterk maken wat, ja, dat betreft. We kijken ook naar architect. Want ze zijn ook op zoek naar architecten hier in Suriname. Ja. Waarom? Ze willen heel grote gebouwen opzetten, maar een main point of een focus point is het opzetten van een haven. Havana is de meest ontwikkelde stad bij hun en, okay, nu willen ze Santiago ontwikkelen. Okay. Ze willen handel gaan uitbreiden. Ja. Want dan zijn ze dan niet alleen gebonden bij kustwacht van, Havana, maar ook Santiago. Ook in Santiago willen ze dus een haven aanleggen, zeg maar. Ja. En binnen wat voor tijd denkt u dat dat gerealiseerd kan worden? Ik kan er geen uitspraak over doen. Het is, ja, iets van Cuba zelf, ja, 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 toch? Het is hun plan.
Maar wij gaan sowieso hun visie nog ondersteunen, hun doelstelling ondersteunen. Ja, ja. Want wij Surinamers, wij doen niet onder voor geen enkel Caribisch land. Ja, ja, ja. Geloof me. Ja. Want ik heb ook andere internationale beurzen meegemaakt. En ik zeg van nee, wat wij maken en wat wij kunnen, moet er echt trots op zijn. Ja, ja. Want wij benutten elk facet van een product. Toch als we kijken naar een kokos, wij benutten het tot het uiterste. Ja, ik zit terwijl u sprak, hè, dacht ik ook een beetje aan de gezondheidszorg. Omdat je vaak hoort wanneer mensen in Suriname of patiënten die hier niet behandeld kunnen worden naar Cuba gaan voor verdere behandelingen. Zou dat ook een beetje in het programma meegenomen kunnen worden? Nou, het wordt sowieso meegenomen. Omdat ze ook zoek zijn naar medicinale planten. Mm. Ik kruiden ook. Dus kortom, het is voor alle sectoren. Ja, je ja. staat er gewoon niet bij stil, maar het is een heel open forum. Toch? Omdat je moet rekening houden als je ontwikkeling wil brengen in iets. Heb je alle facetten nodig. Ja. Toch? De kleine man zelf ook. Want als we denken aan de ecotourisme, dan zou je denken, zeg van, ja, wat kunnen wij aanbieden? Behalve dat we toeristische reisbureaus hebben. We hebben ook onze aardewerk, onze houtsnijwerk, klopt. Kunstwerken. Weet u, als u kijkt naar mijn map, het is een vlechtwerk. Precies. Maar aan de binnenkant zie je dat het een panje heeft. Daar ziet u dan de vlag van Suriname. Ja, ja. Deze dingen zijn ook nodig. Klopt, klopt. Toch, dus er is afzet op elk gebied binnen elke branche. Ja, ja. Hoe vindt zo'n selectie plaats? Zeg maar als ik als ondernemer ook mee zou willen doen, toch? Waar zou ik me moeten aanmelden en hoe lang van tevoren moet je je aanmelden als bedrijf of als ondernemer om ook mee te kunnen doen aan zo'n expo? U kunt u aanmelden op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Mm-hmm. Als u aanmelding hebt gedaan, gaan we dan met u zitten en kijken zeg van wat heeft u aan te bieden? Is het een product of een dienst? Okay. En dan gaan we dan ook kijken naar het lijstje van Cuba. Zeg van, heeft u afzet daar? Want dat is ook, veel, dat is ook heel ja, belangrijk. Ja. Ja, ja. Want niet ieder die zegt van, ik ben ondernemer. Of wil zeggen zeg van, dat je dienst of product acceptabel is op een buitenlandse ja, ja. markt. Want je hebt standaard en voorwaarden waaraan je moet voldoen. Klopt. Dus dan gaan we zitten. Zeg van, voldoet u? Oké, nee, nog niet. Waaraan moet u werken? We gaan u voorbereiden op alles. En de aanmelding... Dat kan eigenlijk tot en met volgende week woensdag. Ja, ja. Volgende week woensdag. Dus administratief, naar de organisatie toe, sluiten we vandaag af. Oké. Okay. Maar hier doen we het tot volgende week woensdag. En nogmaals, van wanneer tot wanneer vindt de expo plaats? Van 19 tot en met 22 juni. Juni? Juni. Oké. Okay. Dus vandaar dat we natuurlijk zo vroeg zijn begonnen met selecteren en... werven van ondernemers met name om deel te laten nemen op Cuba. Wat zou u meer kunnen vertellen over de aanbiedingen op de beurs zelf of op de expo zelf die in Cuba? Uit welke landen komen er nog meer van de ondernemers? Je hebt vanuit verschillende landen, ook vanuit de CARICOM. Ja. En dan moet ik wel aangeven dat de landen Trinidad, Guyana en Jamaica. Hmm. Okay. Die concurreren heel zwaar met Suriname. Ja, met wat voor producten bij wijze van spreken? Nou, van alles. Maar ja. laten we niet specifiek kijken naar de producten. Laten we kijken naar de branche handel. Okay. Ze concurreren heel zwaar. En Trinidad heeft momenteel al een Kamer van Koophandel. Daar op Cuba. Hmm. En kan je voorstellen, zeg van... Het, we heel veel huiswerk hebben. Ja, maar waarom zou dat niet door Suriname gerealiseerd kunnen worden? Dus zeg maar ook een Kamer van Koophandel op Cuba te starten? Als u het aan mij vraagt en als ik is eerlijk moet zijn... Is het de aangelegenheid van de minister misschien? Nou, niet specifiek de minister. Kijk, het is een iets dat moet komen vanuit hogere hand. Toch, het ja. is meer iets op beleidsgebied. Ja, ja. Maar ik zou in deze aangeven en zeggen, zeg van... We hoeven het voorlopig niet te wagen. Ja. Laten we meer gaan werken aan onze productie. We hebben heel veel, we staan er niet bij stil.
laten we gaan werken aan onze productie. Laten we ook samenwerken om de handel een boost te geven. Ja. Ook het toerisme, ook het industriële. Op het moment dat we dat doen en we hebben genoeg afzet in het buitenland, hoeven we geen kamer van koophandel op te zetten. Ja. Want het kost je, er staat ook meer geld. Want als we gewoon kunnen blijven op een gebied, zeg van, ik lever mijn product of mijn dienst, je betaalt me ervoor, de staat Suriname, die groeit, de economie, weet je, groeit ook, dan ja, is het ja. al goed. Toch laten we onze kosten zoveel mogelijk minimaliseren. En wat we ook zeggen aan de ondernemers en hoe we ze ook motiveren als we de internationale uitdagingen hebben, ja, ja. zeg van, kom, laten we aan tafel zitten. Of voor wat Expo Caribe betreft, hebben we pakketten opgemaakt. Okay. Alleen om de ondernemers tegemoet te komen, want we weten om en bij wat de knelpunten zijn. Ja. Waaruit bestaan die pakketten dan? We hebben het eerste pakket, dat we zeggen van, als jij als bedrijf of als ondernemer, ja. dat je financiële middelen of genoeg financiële middelen hebt en je zegt van, ik wil een eigen ruimte, okay. mag dat. Dan ga je dan ook wel voor je ticket betalen, je accommodatie, je transport. Maar bepaalde dingen krijg je ook wel van de organisatie uit, hoor, waarbij de kosten dan iets minder zijn. Ja, ja. Maar daarop kom ik zo op terug. Dus het eerste pakket is zeg van, ik wil een eigen unit. Ik wil zelfstandig staan, dat mag. Ja. Het tweede pakket is, dat ik zeg van nee, ik wil gewoon voor de business-to-business meetingen. Ik wil nog niet exposen met mijn product of dienst, dat mag ook. En dan kijken we dan samen met u op een lijstje aan de participerende bedrijven en landen en waar uw interesse ligt. Ja. En dan gaan we dan contact leggen en dan gaan we dan een datum en tijd afspreken. Die business-to-business meetingen vinden gewoon tijdens de expo plaats. Ja, ja. Het is ook namelijk zo dat andere mensen zeggen van nee, ik wil wel staan op de beurs, maar ik heb niet genoeg geld. Dan bieden we u een ruimte aan, binnen een ruimte van 9 bij 15 die we hebben als Suriname. Okay. En dan maken we een berekening voor u aan de hand van hetgeen wat u nodig heeft. En dan zeggen we van, dan betaalt u dat bedrag. Dat betekent het wel dat u zelf met uw materialen moet komen. Ja, ja. En dan gaat u product of dienst exposen. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, als ondernemer, qua financiën lukt het me gewoon even niet. Ja. Dan zeggen we geen nood, kom met ons zitten. We nemen je product of dienst mee. Maar dat betekent wel dat de promotiekosten voor uw rekening zijn. Ja. En u gaat ons ook moeten informeren over uw product of dienst. Want als wij het gaan verkopen voor u, moeten we vlotte babbel hebben. Dus dat. En u kunt dan ook aangeven in welke bedrijven of organisaties geïnteresseerd bent ja. om handel te drijven. En dan gaan we dan ook met ze aan tafel zitten. Dus dat zijn eigenlijk de tegemoetkomingen wat we hebben naar de ondernemers toe. Ja. En vanuit de organisatie krijgen de mensen, of kunnen ze een keuze maken over de 7 hotels die ze ter beschikking hebben gesteld. Okay. En binnen die arrangement heb je dan een ontbijt, heb je ook transport. Van de airport uit ja. naar je hotel. En van je hotel uit naar het evenement toe. Alles daarbuiten komt dan voor eigen rekening, maar dan hebben ze ook een aparte taxi- of bustransport. Okay. U mag ook, in uw vrije tijd mag je ook gaan rondlopen, hebben ze dan een speciale tourbureau voor. Okay. Dus daaraan hebben ze ook gedacht. En zij arrangeren dat? Klopt. En er is ook een tolk aanwezig. Okay. Die krijgt u ook. Stel, als de ondernemer deel heeft genomen aan zo'n expo, en die zegt van, ik heb gemerkt dat mijn product hier sowieso zal aanslaan. Wat zou die dan op zijn beurt dan moeten doen als hij terug is? En hij zegt van, nee, ik zie wel een gat in de markt daar in Cuba. En ik wil mijn producten nu gaan exporteren naar Cuba. Dat moet sowieso via jullie gaan, via het ministerie van HINT. Maar heeft hij dan een vergunning nodig of hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Het hangt allemaal van je branche af en van je product. Wat wij wel doen, het administratieve gedeelte wat wij in orde moeten maken, dat doen wij wel. En het begeleidend traject ook. Ja. Ter plekke zijn we er. Ook we ondersteunen je ook tijdens onderhandelsgesprekken en wanneer we er naartoe gaan, bereiden we je ook voor. Zeg van dit is je product, dit is je dienst en dit zijn de voorwaarden. En het na-traject treden we dan ook begeleidend op.